Welkom bij That's DIY. Mijn naam is Danny Visser en in deze aflevering van Tool Thursday gaan we het hebben over de lamellenfrees. De lamellenfrees, je hebt er ongetwijfeld al wel eens van gehoord en zo niet. Hij lijkt eigenlijk een beetje op slijptol, maar in plaats van een slijpschijf is deze uitgerust met een zaagblad en een geleider. De machine is bij uitstek ontworpen om houtverbindingen te maken en deze zet je in elkaar met lamello's of misschien wel beter bekend als koekjes. Als we de machine bekijken zie je aan de onderkant een buisje uitsteken en deze is bedoeld voor de stofafzuiging. Naast die stofafzuiging zie je ook een draaiknop om je afdekkap te openen waar je zaagblad in zit. Aan de bovenkant zie je een knop die je moet indrukken om je as te blokkeren als je je zaagblad wil vervangen. Tevens is deze ook uitgerust met een aan- en uitknop. En je hebt deze zowel gesnoerd als op accu. En de mijne is uitgerust op een accu, 18 volt. En wil je dan meer weten over de accu, klik dan even hier rechtsbovenin of klik op de link in de beschrijving. De geleider zelf is uitgerust met een dieptestop en dit is een draaiknop waar nummers op staan. Deze nummers komen overeen met het nummer dat op je lamel staat. Als je bijvoorbeeld een lamel van nummer 20 hebt, zet je je dieptestop ook op 20. Deze zorgt ervoor dat je lamelsleuf op de juiste diepte gefreesd wordt. Als je vervolgens de geleider op 90 graden hebt staan, is deze voor standaard materiaal van 20 dik. En als je deze plastic stelplaat erop zet, is deze hoogte van materiaal van 12 mm dik. Heb jij materiaal van een andere dikte, dan kan je de hoekgeleider erop zetten waarvan de maat volledig aanpasbaar is. Let wel op, de getallen worden gemeten vanaf de bovenkant van de hoekgeleider tot het middenpunt van de zaag. Dus stel je hebt een MDF plaat van 18 mm en je wil je lamel in het midden van het materiaal hebben, dan zet je je hoekgeleider op 9 mm. En je kan je verbindingen ook onder verschillende hoeken aanbrengen. Stel dat je een verbinding hebt van 45 graden, dan zet je de hoekgeleider op 45 graden, maar dan ben je wel verplicht je plastic stelplaat erop te zetten. Deze zorgt ervoor dat je freessleuf iets hoger komt en dat je niet door je materiaal zaagt. In deze video gaan we als voorbeeld een T-verbinding maken. Je legt je stukken met de slechte kant naar boven en tekent een lijn in het midden van je verbinding. Vervolgens stel je je geleider af aan de hand van de dikte van je materiaal. Hier heb ik een MDF plaat van 18 mm en stel mijn geleider dus af op 9 mm. Vergeet ook je dieptestop niet in te stellen met het nummer dat op je koekje staat. Nu hou je de lijn van je werkstuk gelijk met de markering op je hoekgeleider en druk je je machine naar voren. En nu doe ik hetzelfde bij het andere gedeelte van deze verbinding. Houd er wel rekening mee dat je altijd de juiste kanten naar boven houdt. Mocht je hoekgeleider iets van maat verschillen, dan komt je verbinding niet gelijk uit. Nu is het enkel nog de koekjes verlijmen, alles aanklemmen en je houtverbinding is klaar. En zo werkt de lamellenfrees. Heb jij hier nog vragen over? Stel deze dan gerust hier beneden in de comments. En ik zou het leuk vinden als jij deze video ook leuk vindt. En dat kan je doen door hier beneden in de video op het duimpje omhoog te klikken. Wil je in de toekomst meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan gratis op mijn YouTube kanaal That's DIY. En voor de mensen die Instagram gebruiken, kunnen mij terugvinden @crazythatsDIY. Mijn naam is Danny Visser en ik hoop jullie terug te kunnen zien in een volgende video.